Goedendag, ik ben dus Tuur Florizon. Ik speel accordeon en in tegenstelling tot wat ik de afgelopen 20 jaar meestal heb gedaan of uitgebracht, ga ik nu een solo project doen, een solo cd ook uitbrengen. En solo wil zeggen in dit geval accordeon solo, hoewel ik eigenlijk pianist ben van opleiding en ook zowel, alleen vooral qua orkestrale blik op muziek of zo is piano wel handig. Met de bassen daar en de hoge noten daar. Bij accordeon ligt het eigenlijk totaal anders. Maar ik treed solo op. Niet omdat mijn ego een soort boost nodig heeft om met alle aandacht te gaan lopen. Maar gewoon omdat ik... er is een soort curve die eigenlijk door het leven gaat, door het artistieke leven. En als je met een groep optreedt, dan moeten er afspraken gemaakt worden. Minder en minder, maar toch, er moeten wel afspraken gemaakt worden. Daar hangen ook melodieën aan vast, of akkoordenschema's, of tempi. En solo, ja, dat is gewoon alleen. Het plan is eigenlijk altijd al, is eigenlijk vooral... Geen repertoire. Ik heb een aantal nummers die ik weet dat ik, als ik nu echt totaal de draad kwijt ben, dan kan ik daar wel op terugvallen. Maar ik improviseer gewoon heel graag en ik zoek gewoon naar klank, naar mijn instrument. Ik heb ondertussen al 20 jaar heb dat al onder meerdere fietsen is gevallen en van trappen is gerold en dan een paar keer per totaal verklaard. Vanuit Italië, waar het heeft gemaakt. Maar het instrument klinkt echt waanzinnig goed en een beetje vals nu, maar ik zal het laten stemmen tegen dat het tournee eraan komt. En dan zien we wel. Dus dat is het anarchistische solo-project van Tuur.